relatie. Wat is dat? Als je een relatie hebt. En je hebt allebei een andere visie van hoe het werkt in het leven, waar je achter staat. Dan duurt het niet lang meestal. Als je wil dat een relatie lang duurt, als je een gouden tip blijft, laat elkaar dan vrij. Maar dat kun je pas als je zelf vrij bent. Dus dat is wel een klein dingetje even. En met vrij, daar bedoel ik mee dat je de dingen ervaart exact zoals ze zijn. En dat een ander dus ook exact zo mag zijn zoals hij of zij is. Als je gaat proberen iemand te forceren de dingen te zien zoals jij het ook ziet, dan ben je met een machtsspel bezig. Dus in mijn woordenboek, liefde laat vrij. En anders is het gewoon een ego dingetje. Daarom is als je in staat bent of het geluk hebt of hoe je dat uit wil drukken om jezelf te ontdoen van allerlei machtspatronen, zal ik maar zeggen, het niet alleen prettig voor jezelf, maar ook voor degene van wie je zegt te houden. Hoe leger jij bent, zal ik maar zeggen, hoe prettiger het is. Hoe meer je vasthoudt aan ik wil het zus, het moet zo, ik verwacht dit. Hoe meer ellende. Dus. Dat betekent ook, als je dat tot je door laat dringen, dat het nooit aan de ander ligt. Zodra je dat doet, dan zit jij ernaast. Dus. Een deel ligt toch ook vaak aan die ander? Oh ja, welk deel? Nou, wat er van die ander vandaan komt. Ja, maar dat is jouw zaak niet, hè? Wel als u het mij te maken krijgt, toch? Nee, alleen maar wat het met jou doet. Je kan zelf, je bepaalt zelf hoe je ermee omgaat. Nee. Dat doe je patronen en je angsten en je verlangens voor je. Ja, maar als je dat gaat zien, kan dan een verandering in komen. Bij jou, niet bij die ander. Nee, dat is waar. Ja, dus daarom zeg ik. En dan is het toch ook wel zaak om ook te zien wat er bij die ander ligt. En welk deel ligt er bij mij en welk deel ligt er bij mij. Nee, dat is voor mij niet relevant. Want het grote risico dan is dat je je veel te veel, let dan maar op, gaat bezighouden. Maar ja, als die ander nou anders was. Maar ik heb juist meer de neiging om de druk te maken over hoe het bij mij zit. Ja, maar ik zou dus niet. Wat de ander doet, te betrekken op mezelf. Ja, maar ik zou, wacht even, ik zou niet druk maken, het gaat om onderzoeken en het te bevrijden. Dus druk maken, daar zit altijd een element van weerstand en oordeel in. En dan zitten we dus van, ik geef de ander de schuld of mijzelf, het gaat niet over schuld, het gaat over de helderheid. Ik bedoel niet de schuld, maar ik bedoel de oorzaak, als er een conflict is, het gaat niet zozeer om schuld, maar ik doe iets, die ander die doet zijn eigen ding, en dat kan gewoon botsen. Ja, maar dat is none of my business. Kijk, en voor de goede orde, alles wat ik zeg is alleen maar binnen de context als je vrijheid wil. Ja. Als we een goede deal willen tussen twee mensen of whatever, dan prima. Maar als ik bevrijding wil, heb ik niets te maken met de onhebbelijkheden van de ander. Ik moet kijken wat het mij doet en hoe ik ermee omga. En op geen enkele manier proberen die ander te veranderen. Eigenlijk dat niet zozeer te veranderen, maar ik bedoel wel goed te zien wat er bij die ander, wat er van die ander vandaan komt. Bijvoorbeeld een ander, een voorbeeld te geven, die kan spelletjes spelen met mij. Alleen maar zolang jij daar vatbaar voor bent, dus het gaat over jou en niet over die ander. Iemand kan proberen spelletjes met mij te spelen, maar als ik niet de trigger ben, dan kan hij doen wat hij wil, maar er komt niks. Dan zie je ook wat die ander doet. Ja, maar dat is niet relevant. Stel dat je zoveel mogelijk van dienst wil zijn voor de anderen, dat vraagt ook een beetje inzicht waar de andere staat. Ja, maar ook dat begint met inzicht in jezelf. Je zult opmerken dat hoe meer inzicht je in jezelf hebt, hoe meer inzicht automatisch je hebt in de anderen, want zo verschillend zijn we niet.
Dus als je jezelf kent, ken je eigenlijk al het andere ook. Het risico dus van te veel op anderen gericht zijn, is dat je energie de hele tijd naar buiten gaat. En dat je eigen neiging tot goedkeuring, aanpassing, bevestiging buiten beeld blijft. Very tricky. Dus ook als je de anderen wil dienen, whatever that may mean, zou het goed zijn om je eerst jezelf te dienen. Wat ben ik nou eigenlijk? Hoe werkt dit? Dingen worden heel eenvoudig als je het op één ding richt. Het is heel complex als je het op veelheid richt. Dus bijvoorbeeld de vraag, waarom wil ik anderen dienen? Wat is dat? Ergens is er een fout, dat moet er gecorrigeerd worden. Dus vanuit waarheid of zelfonderzoek gezien is het handiger te onderzoeken, wat is er fout? Klopt dat wel? Want als mijn uitgangspunt niet klopt, is alles wat ik daarna doe op basis van dat uitgangspunt er ook naast. Misschien is er wel niks fout, maar kijk ik verkeerd. En verder kan ik je op een briefje geven dat als je dus de energie naar buiten richt, dan ben je de rest van je leven aan het helpen. En dan ben je 80 en dan kijk je om je heen en dan is het nog steeds een zooitje. Het vervelende is dus dat je het basically altijd over jezelf hebt. Ook al noemen we het de ander. Ja. De ander is een aspect van mij. Ja. Het staat niet los. Of heel anders gezegd, maar dan wordt het gelijk heel spiritueel. There's only me. There's only one. Ja. Dus het opknippen van ik en de wereld, of ik en de maatschappij, ik en de ander, dat compliceert het alleen maar. Ja. Basically, over zelfonderzoek, er zijn twee levels, zeg maar. Het ene gaat gewoon over wat is zijn, of wat ben ik. In werkelijkheid. Het andere is dus inderdaad meer op het niveau van energetisch, zou je kunnen zeggen. Dus resonanties, reacties. Ja. Waar is het organisme in staat tot een soort vrije respons of waar is het reactief? Dus dat zijn twee levels die overigens allebei van belang zijn. Kun je dat nog iets aan de hand? Het ene level gaat echt puur Advaita, gaat over wat is zijn. Wat ben ik in werkelijkheid of wat is reality? En dat heeft dus niets te maken met psychologische componenten of relationele bezigheden of werk. Of andere kant is dus meer een energetisch en overtuigingsgebeuren. Daar zit dus ook een psychologische laag in van hoe functioneert dit organisme? Waar ben ik reactief? Of waar is er een spontaan functioneren? Het reactieve, hè, dus een reactie, dat komt altijd uit het verleden. Dus dat zijn overtuigingen die in me bezig zijn, emotionele ladingen die nog me aansturen, angsten, verlangens. Dus dat is één kant. De andere kant is gewoon puur, wat is realiteit? Wat is zijn nou eigenlijk? De meeste mensen, ook die naar satsang komen, hebben met name interesse in die meer psychologisch-energetische kant. Strikt genomen gaat Advaita daar niet over. Maar goed, het is zoals het is, dus van hieruit is er ook altijd een respons op wat komt. Dus. Ja, wat kun je ook over het andere zeggen? Het gaat er niet om wat je erover zegt, het gaat erom wat er gerealiseerd wordt. Ja, maar dat wil dan toch woord krijgen. In het proces wel. Maar de uitkomst is woordeloos. Ja. Dus er komt geen formulering op de onderzoeksvraag, wat is het zijn? Dan krijg je niet een of andere voorschrift of iets dergelijks. Nee, dan gaat het er is een verschuiving. Een verschuiving? Ja.
Je vertrekt altijd vanuit de overtuiging, ik ben iemand. Dus de identificatie als body-mind. Mm-hmm. Als het onderzoek, Advaitisch onderzoek, slaagt, is die beperking weg. Dus dan wordt er niet meer constant gerelateerd aan de body-mind als vertrekpunt, maar totality. Dat is onpersoonlijk. Dus je verschuift van persoonlijk naar onpersoonlijk. En dat is vanuit het persoonlijk perspectief niet denkbaar. Dus ooit onderzoekbaar? Ja, dat is zeer goed onderzoekbaar. Nee, maar dan ga je toch in je denken zitten? Als je gaat onderzoeken. Dit geeft alleen aan dat jij denkt dat onderzoek alleen maar denken is. Ja, ik denk dat als je gewoon naar stilte gaat en dan ben je, zoals ik gewoon, als je gewoon zit, ben je gewoon bij jezelf. En als je gaat bedenken van, ik ga bedenken wat ik ben, dan bedenk je eigenlijk alweer iets. Je hebt mij niet horen zeggen dat ik moest bedenken, maar onderzoeken. Oh, wat is het verschil? Ja, nou kijk, als jij bijvoorbeeld, om het nog even fysiek te houden, voetbal wil onderzoeken, dan kun je daar heel veel over denken, maar een balletje trappen is handiger. Dus dan heeft het weinig met denken te maken, maar met fysiek ervaren. Dat is ook een deel van onderzoek. Dingen voelen is een deel van onderzoek. Je hebt ook nog het vermogen van intuïtie. Dat heeft geen bal met denken te maken. Dus werkelijk onderzoek is een totaal gebeuren. Dat hoort ook dichtbij. Ja, dat hoort erbij, maar niet primair. Het is een fout die heel veel mensen maken. En daarom zijn er heel veel mensen die dan tegen me zeggen, ik ben al 20 jaar met Advaita bezig. Nee, ze zijn 20 jaar aan het nadenken. Maar onderzoek gaat vrij snel veel dieper dan nadenken. Het gaat om het ervaren van zijn, niet het bedenken. Denken is naar de hand handig om er iets over te zeggen als dat al nodig is, of aanvankelijk om een goede vraag te stellen. Daarna laat je het denken los en gaat het over beleving. Wat je dan die verschuiving noemt, heeft meer met inzien te maken. Yes. Met zien. Yes. Yes. You get out of your mind. Ja. Vragen over relaties. Dat een man, en ik vind dat hij best wel veel drinkt en eet. En nou, dat klinkt als een man. En ik ben volgens mij bezig om hem bewust te maken dat het slecht voor hem is en dat hij het moet doen. Waarom? En wat hij niet doet. Waarom? Want ik wil hem gewoon gezond hebben. Zeg. Waarom? Ja. Ja. What's in it for you? Het is allemaal eigen belang, weet je. Ja. Het gaat helemaal niet over die ander. Dat is de fout die wij de hele tijd maken. Weet je wel, je wil dat een ander gelukkig en gezond is voor jou. Want anders loop jij je druk te maken. Weet je wel, en dan noemen we dat. Ja, maar dat komt omdat ik van hem of haar hou. Gelul. Het is gewoon egoïsme. Er is niks tegen, maar laten we het dan gewoon zo noemen. Mensen hoeven toch niet allemaal te doen wat ik leuk, maar waar staat dat ze het mij naar de zin moeten maken? Dus mijn neiging is veel meer mensen te laten zoals ze zijn. En dan merk je zonder enige inspanning dat sommigen bij je horen, wat er ook gebeurt, en anderen niet. Nou, dat vind ik uitstekend. Waarom zou ik mensen bij me willen houden die dat niet willen? Ik ben hun cipier niet. Dus in die zin maak ik me ook nooit druk over vriendschappen of relaties of dat soort dingen. Mensen komen, mensen gaan, ze blijven bij je of niet. En uiteindelijk blijft er niemand bij je. Because we're all dying. Dat is het enge. Dat is helemaal niet eng. Ja. Het is eng als je het vast wil houden. Als jij het waanidee... Ja, dat doe je. Nee, maar ik dus niet. Als je het waanidee hebt dat alles blijvend is, terwijl als je even je ogen open hebt, je ziet dat constant alles verandert. Dan is het, voor mij is het heel raar om daar vastigheid en zekerheid en duurzaamheid in te zoeken. In iets wat per definitie veranderlijk is. Dat vind ik gewoon overbodige moeite. Ik ga daar niet over. Ik heb daar geen controle over. Dus waarom zal ik dan daar energie in steken? It's pointless. En het is ook nog hinderlijk voor die mensen van wie ik dan beweer te houden. Want dan moet ik, dan blijf bij mij, hoor. Je moet wel gezond zijn, hoor. Vreselijk.